Mijn naam is Edin Heijder en ik ben sinds 2019 plastisch chirurg. Het simpele antwoord is dat een ingreep geslaagd is als de patiënt tevreden is. Het iets langere antwoord is dat wij in ons vak soms ook grenzen moeten aangeven, dat niet altijd alles haalbaar is. En wat dus heel belangrijk is, expectations management. En als de patiënt weet wat hij kan verwachten en vervolgens komt een resultaat waar ze tevreden mee zijn, ja, op die manier kun je er eigenlijk voor zorgen, of althans dat probeer ik, dat hoe groot de uitdaging ook is, elke operatie slaagt. Maar dan moeten zowel jij als de patiënt de grenzen en beperkingen kennen. Dus. Nou, een van de redenen dat ik heb gekozen voor de plastische is dat het patiënten echt heel erg helpt en dat ze zelf ook het resultaat meteen zien. En wat mij altijd raakt is als ik op de uitslaapkamer bij een patiënt langsloop, direct na de operatie, dan haal ik even het verband eraf om te kijken dat er geen zwellingen zijn en hoe het eruit ziet. En patiënten spieken dan meestal mee. Ja, als je dan een traan van geluk over zo'n wang ziet rollen, dat raakt mij heel erg. Want die patiënt is dan heel erg kwetsbaar en ziet dan nog het verse resultaat. Ja, dat zijn dan zonder woorden eigenlijk de mooiste complimenten. Ik denk dat Jan van Gooijen een aantal dingen heeft die het uniek maken. Het eerste is de groep artsen, allemaal ervaren plastische chirurgen die enorm veel plezier in het werk hebben en echt als één team werken. Dat team werkt ook in het OOVG, dus we hebben een heel groot topklinisch ziekenhuis in onze achterzak voor de complexere operaties of eventuele complicaties, maar de 24/7 zorg. Maar daarnaast proberen we echt in hartje Amsterdam echt zorg met een persoonlijke touch te geven. De lijnen zijn kort en de teams klein. Ik zou zeggen dat die drie dingen voor ons belangrijk zijn. Het leuke aan de plastische chirurgie vind ik dat wij patiënten van kop tot teen, man en vrouw, jong en oud opereren. En juist dat afwisselende vind ik een uitdaging en leuk om te doen. En zowel de reconstructieve kant, verminkingen, kanker, ongelukken, maar ook de cosmetische kant. En dan de rode lijn daartussen is dat je eigenlijk altijd streeft naar zo goed mogelijk resultaat voor de patiënt. Nou, voordat je een consult boekt, is het denk ik wel belangrijk om je huiswerk te doen. Wat wil je? Wat wil je niet? Lees wat reviews, bekijk de kliniek, maar op het moment dat je dan nog blijft twijfelen, zou ik zeggen, kom vooral langs voor een vrijblijvend advies. Wij zijn altijd heel erg eerlijk in wat wel en niet kan en of dit een juiste overweging of keuze voor je is. Dus ik zou zeggen, kom vooral vrijblijvend langs.